Goedemorgen. Kijk naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we veel grijs en wit boven Nederland en dat betekent dat het bewolkt is. En uit die bewolking valt van tijd tot tijd regen en motregen. Een druilerige ochtend met de meeste neerslag in de zuidelijke helft van het land. In het noordoosten is het ook wat vaker droog. Ook vanmiddag blijft het bewolkt en blijft het regenachtig weer. Temperaturen daarbij 6 graden in het noorden en 8 graden in het zuiden. Er staat niet al te veel wind. Windkracht 2 tot 4 uit een zuidelijke richting. Vanavond begint het op wat meer plaatsen droog te worden. In de nacht kan er tijdens een opklaring dan lokaal vorst optreden. En dan is er ook mist mogelijk. Daar kan het verkeer last van hebben. Morgen opnieuw veel bewolking boven ons land. Her en der ook een spatje regen. Maar het is er vaker droog vandaag. Een groot deel van de dag verloopt zelfs droog. Temperaturen 7 graden en nauwelijks wind. Kijken we wat verder vooruit, dan zien we de wind naar het oosten draaien, maar echte vorstlucht komt niet onze kant op. Vrijdag en zaterdag is het bewolkt, in de nacht naar zondag kan het wel vriezen, en zondag overdag schijnt dan de zon wat vaker. Ik ben Michiel Severin van Weerplaatsen.nl.